De Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS, moet werken aan het creëren van bewustwording onder het personeel betreffende de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit was de rode draad tijdens de tweede bijeenkomst voor belanghebbenden, georganiseerd door de ADECUS Sustainable Development Goals Commissie. Deze bijeenkomst heeft verder ten doel om na te gaan wat er vanuit de universiteit gedaan kan worden voor het realiseren van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Carol Jurgens, lid van de ADECUS SDG-commissie, zegt dat voor het halen van het gestelde doel er een vooronderzoek is geweest, waaruit blijkt dat de universiteit structureel beleid behoeft betreffende het bereiken en implementeren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. We willen ons niet zozeer richten op die 2030, omdat je anders beperkt bent. En duurzame ontwikkeling is iets dat altijd voort zal gaan. We hadden eerst de doelen in een andere vorm en nu hebben we de SDG's en we zullen ze daarna ook weer in een andere vorm krijgen. Dus waar we ons op moeten richten is dat we het kader waarin de doelen nu zijn geplaatst, dat dat ons helpt om een goede basis te leggen. Zodat we altijd door kunnen gaan met duurzame ontwikkeling. Uiteraard is het opstellen van een communicatieplan essentieel om de vertaalslag te maken naar onder andere het personeel, de studenten en overige jongeren, zegt Jurgens. Ook benadrukt zij dat deze doelen voort zullen moeten blijven leven, zelfs na 2030. Er zijn wat discussiepunten, maar wat je merkt is dat men zeer proactief is. Men vindt het belangrijk dat er beleid komt. En men vindt het ook belangrijk dat een instituut komt, een centrale unit komt, dat zich bezighoudt met een stukje monitoring, aansturing van SDG-activiteiten op de campus. Om de doelen in goede banen te leiden, ligt het opstellen van een SDG-beleidsplan in het vooruitzicht van de commissie, aldus Jurgens.